je weer kijkt naar weer een nieuwe video van Life on a Budget. Mijn naam is Aleida en vandaag gaan we ons geld wisselen voor onze cashstuffing van morgen. Laten we gaan beginnen. Ik heb een klein beetje haast. Ik ga het even uitstallen. Ik leg dit nog gewoon even zo neer. Gebruik ik nu even niet mijn tray, want uiteindelijk vind ik het zo gewoon handiger. Nou, weet je, we gebruiken wel onze tray. Het is gewoon net zo makkelijk. Zo, klein geld leg ik er gewoon even naast, zoals altijd. Ik ben natuurlijk weer wat nodig. Dus laten we even kijken wat we nu hebben en dat even apart leggen. Dus ik ben 12 briefjes van 20 nodig. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Dus die zou gewisseld kunnen worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En deze hebben we dus compleet. Dus die leggen we apart. Dan ben ik 10 briefjes van 10 nodig. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dus dit moet gewisseld worden. En deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leggen we dan ook aan de kant. Dan hebben we de 20 en de briefjes van 10 in ieder geval compleet. En dan gaan we verder voor de 5 euro's. Want die heb ik niet. Die moet ik wel hebben. Dus laten we gauw even doorgaan naar de 5 euro's. Ik doe het gewoon per bedrag. Of per biljet. We gaan van groot naar klein. 20, 10. En dan gaan we nu voor de 5 euro's. Daar ben ik er 7 van nodig. Dus ik heb hier 2. Ik doe die 10 euro bij, omdat dit kleiner is om te wisselen. Dus ik pak een briefje van 20. Die doe ik hierin. Zo. En dan die daar en die daar. Dan gaan we verder. Deze heeft dan nu even niks. Hier zit geen 5 euro's in. Daar wel, maar daar doen we niks mee. Dan gaan we bij deze kijken. 5, maar dat is maar 1, dus daar schiet ik niet zoveel mee op. Hier zit ook niks in. Daar niet, daar niet. Daar wel, maar dat is volgens mij maar eentje. Nou, dat gaat dan heel snel door deze binder heen. Zo, en op naar de volgende. We trekken het gewoon overal weg waar we maar kunnen. Daar niet, daar niet, daar niet. Nou, dat schiet niet echt op zo. 5 euro's. Nou, we schieten niet erg op met de 5 euro's op dit moment. En we gaan gewoon verder kijken bij de volgende binder. Want hier hebben we natuurlijk onze challenges in. Dus misschien dat daar nog wat in zit. In deze niet. Nou, misschien in deze van kerst. Hebben we natuurlijk ook al het een en ander uitgehaald. Maar toch, we gaan maar kijken. Nou, toch weer 2 briefjes erbij. Dus die doe ik daarheen. Briefje van 10 hierin. Uiteindelijk raakt dat wisselen natuurlijk ook een keertje op. En voor de rest hebben we niets hier om te wisselen. Dus deze, hoppakee, terug. Dan mis ik tot nu toe nog 3 briefjes, want we hebben er nu 4. Hier zit nog niks in. Dit is ook leeg. Uitzet, avontuur, zit ook niks in. Dus daar zijn we dan ook gauw weg. Zo. Dan gaan we toch maar eens even kijken bij deze. Dames. Daar niet. Ja, heel veel 2 euro muntstukken.
En als het moet, dan gaan we gewoon eerst door naar de muntstukken, wisselen we dat. En dan gaan we die muntstukken weer wisselen voor de 5 euro's, om toch die 5 euro's te krijgen. Dus dat zouden we ook nog kunnen doen. Maar ik wil eerst kijken of ik ze zo kan wisselen. Hier is 1 van 5. En dan doen we daar gewoon 2... 4 en 5 euro aan klein geld bij. Oep, zullen we dan 10 euro er wel weer terug in doen? Anders klopt het weer niet. Is niet handig. En zo, dat is die. En hier zit niets in. Ja, er zit wel wat in. Er zit genoeg in. Maar niet wat we nodig zijn. Dus klein geld heb ik hierbij. Briefje daarbij. Deze. Hier zit volgens mij niets in. Nee, daar niet. En hier ook niet. Ja, klein geld. Even kijken nog bij Romee. En anders gaan wij toch dat op een andere manier doen. Briefje even aan de kant. Even zien. Nou, die heeft ook niet. Dus we gaan het, ja. We gaan even opnieuw. En dan gaan wij het met kleingeld proberen om aan de 5 euro's te komen. Want ik wil graag mijn 5 euro's. Heb ik hier nog wat? 5 euro. En kleingeld. Dus ik heb hier 5. 2. 4. 5. Dat is weer 10. Dus dan zijn we in ieder geval van de 10 euro's af. Zo, hop. Zo, zijn we van de 10 euro's af. En dan leg ik deze hier neer. Dan hebben we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus we komen nog één briefje tekort. Die weer daarheen. Eén briefje van 5. Hebben we die ergens? Ja hoor. Kijk, één briefje van 5. En dat doen we dan 2, 3, 4, 5 losse euro's in. Die ben ik namelijk niet nodig. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briefjes van 5. En dan ben ik nog nodig. Eens even kijken. Klopt dat wel? 1, 2, 3, 4, 5. Die klopt ook. En dan moet ik dit aan de... Even kijken, 5 van die klopt ook. En dit moet ik aan de kant leggen. Dus dat was mijn kerststuffing dan weer. Dan hebben we dit in ieder geval compleet. Ons geld wisselen hebben we compleet. Ik moest inderdaad 10 euro overhouden. Ik had 5 euro had ik al aan de kant gelegd voor de kerststuffing. Die heb ik er nu niet bij gepakt. Die heb ik apart liggen. Maar in totaal is dat dus inderdaad 10 euro wat er dan overblijft. Ik heb mijn geld compleet om de kerststuffing te kunnen doen. Dus ja, dat was hem dan weer. Wij hebben dan nu een totaal van, als het goed is, 385 euro gewisseld. Dus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 keer 20 is 240. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100. Dus plus 100. Mama. Vijf, tien, vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig, dus plus 35. En dan twee, vier, oh, vier, zes, acht en tien. Dus plus 10 is 385 euro, dus dat klopt. Dat is compleet.
En dan is het geld wisselen weer klaar voor vandaag. En dan hoop ik dat ik jullie zie bij de volgende video. Doei!